We zijn in Londen, Cobham om precies te zijn, voor een bezoek aan een oude bekende. Hij speelde 6 seizoenen in Ajax 1 en na heel wat van de wereld gezien te hebben, woont hij nu hier. Ja, dit is raak. En wat kopt hij mooi in, Vermalen. En hij zit erin via Vermalen. Ja, Thomas Vermalen. Hey Thomas, jongen. Hoe is het? Goed, jou? Ja, gaat goed, gaat goed. Goed je te zien. Ja. Goed je te zien. Waar zijn we? Zijn we in Cobham voetbalclub? Cobham, zuiden van Londen. Surrey, zeg maar. Dus rustige buurt. Okay, super. Ja. Nou, ik wil graag heel veel over je weten, hoe het met je gaat. Ik heb een leuke plekje uitgekozen, dus laten we er even heen lopen. Perfect, oké. Thomas, wat heeft je hier gebracht in Cobham? Ja, goede vraag eigenlijk. Een beetje een combinatie van factoren. Mijn vrouw is Engels, dus gezin heeft me hier gebracht. Ook ik heb een leuke tijd gehad in Londen in mijn carrière bij Arsenal. Ik heb zoveel mooie plekken gewoond, dus ik kan eigenlijk overal wonen. Ik kan overal wel eens een wereld opbouwen en gelukkig zijn. En nu is de keuze gevallen op Londen, omdat we denken dat het goed is voor de kinderen, voor de scholen. Vroeger was je veel op pad, reizen, hotels, vliegen, dat soort dingen. En nu kan ik een beetje meer met de familie doorbrengen. Dat is ook wel prettig. Nou, daar zijn we. De Ivy. Ivy, kom op. Vind je het leuk, hè? Wel leuk, ja. Ja. Goed eten ook. En ook wel gezellig. Echt de Engelse sfeer. Oh. Thomas, zitten we dan? Ja. Mooie carrière gehad. Ja. Rijke carrière gehad. Met heel veel mooie clubs gespeeld. Maar ook met heel veel legends. Ik heb een paar foto's. Ik heb een paar foto's meegenomen hier van spelers waar je mee hebt samengespeeld en ook bij clubs. We gaan even beginnen met Ajax. Luis Suarez. Heb je natuurlijk ook meegemaakt bij Ajax, maar ook bij Barcelona. Ook bij Barcelona, ja. Hoe was hij in de kleedkamer? Ja, een hele goede kerel. Heel goede kerel om mee samen te spelen. Heel vriendelijk, heel welkom ook. Wij kwamen samen toen in dezelfde periode bij Barcelona. En het is wel gemakkelijk om ja, met iemand toch gelijk al een eerste contact hebben, zeg maar. En hij kan dan ook Nederlands. We spraken Engels, kon hij natuurlijk, van zijn tijd in Liverpool. Dus die combinatie hadden we. En dat maakt het voor mij wel gemakkelijk om zo iemand in de kleedkamer te hebben. Zien jullie later? Dat was in de tijd onder Ronald Koeman, denk ik. Dat was mijn eerste jaar of seizoen in het eerste. Vooral trainen dan. En toen kwam ik veel tegen Zlatan terecht op training. Ik kan me één moment herinneren waar ik nooit zal vergeten, is dat ik kort op hem dekte. En dat hij per ongeluk gewoon zijn elleboog los in mijn oor, dat hij in mijn oor terecht kwam. En dat waren wel momenten die ik nooit zal vergeten. En hij was natuurlijk toen al berensterk. En voor mij een enorme leerschool om tegen zo iemand te voetballen. Maar niet alleen hem, hè, want op dat moment was Ajax echt, als je kijkt naar de spelers die toen in het eerste elftal speelden. Dan was Maxwell daar, dan had je Van der Vaart daar, Sneijder was daar. Grigera waren echt wel topspelers op dat moment. Dus dat was echt een... Merkte je dat ook qua kwaliteit? Ja, dat was ook wel een stap omhoog. Ik zat toen bij het tweede en als je toen in het eerste elftal terechtkwam... Dan moest je aanpoten. En dat was voor ons ook heel goed omdat we toen bij topspelers terechtkwamen. En dat is voor ons een enorme leerschool. Je hebt in de jeugd gezeten bij Germinal Beerschot. Hoe was dat? Ja, leuk. Is natuurlijk de club waar ik ben opgegroeid. Vanaf 6-jarige leeftijd. En iets van 10 jaar daar gezeten in de jeugd. Ja. Ik heb toen 1 wedstrijd gespeeld, denk ik, met... Als ik me goed kan herinneren, dat waren allemaal buitenlanders bij elkaar. Die speelden toen tegen NAC Breda. Tegen NAC. Je hebt goed geheugen. Ja, goed geheugen. NAC Breda in de stadion. Ik weet niet of het toen... Het was een jeugdteam van NAC, denk ik. En dat ging toen heel goed. En dat was eigenlijk 1 wedstrijd en toen werd ik uitgenodigd om een toernooi te spelen op het einde van een seizoen met een Ajax-jeugd. Ja. En van daaruit hebben ze me toen uitgenodigd om dan het seizoen daarna in de jeugdopleiding te komen. Dus je moet een beetje geluk hebben in die ene wedstrijd dat je dan goed doet. En dan van daaruit wordt het eigenlijk beter. En hoe was die overgang dan voor jou als 15-jarige jochie? Je bent vrij rustig, gewoon in alles. Ja, het was sowieso moeilijk omdat je veel moet aanpassen. Je moet naar een nieuwe school, je komt ook in een gezin terecht. In een pleeggezin kom je terecht.
En omdat je dan je ouders verlaat en er komt veel op je af als 15-jarige. En dat is best wel lastig. En dan ook komt er nog eens bij dat je in een andere cultuur toch wel terechtkomt bij Ajax. En de eerste maanden waren lastig. Ja. En dat je af en toe eens een weekend naar huis kan, naar België. En dat je dan terug op de trein moet naar Amsterdam. Waren zijn moeilijke momenten, maar uiteindelijk kom je er toch door. En dan na een half jaar raak ik een beetje gewend aan de mentaliteit. Kom er een beetje door, ook voetballend gezien dan. En dan, ja, sindsdien voelde ik me eigenlijk thuis in Amsterdam. Heb je nog ooit contact gehad met tegenzin? Ja, heb ik nog steeds contact mee. Ja, ja, absoluut. En die mensen hadden ook heel veel ervaring met... volgens mij, Pienaar heeft daar gezeten, Moffo King toen ook gezeten. Dus die had ervaring al met andere spelers. Dus dat ging perfect. Er waren heel rustige mensen. En zij zijn hun eigen jeugdopleiding, een beetje. Ja, absoluut. Omdat ze, ja, nee, maar je moet ook wel heel dankbaar zijn naar hun toe. Omdat zij ook wel dat soort mensen of spelers kunnen opvangen. Je moet daar wel, is ook niet gemakkelijk, denk ik, om een wildvreemde juist te hebben. En dat was voor hun heel, heel natuurlijk. En dat was gewoon heel prettig om bij hun in het huis te wonen. Maakte je debuut voor Ajax in het seizoen 2003-2004. Je hebt één wedstrijd gespeeld ook, maar dat was tegen Volendam. Klopt, ja. Jong kopje, hè? Jong kopje, waarschijnlijk heel zenuwachtig. Dus, Je bent niet heel veel veranderd, moet ik zeggen. Nee, ja, nee, het valt wel mee, hè. Buijs, goed gelopen. Heeft Vermalen in de rug en gaat dan veel te makkelijk liggen. Is op zoek naar een strafschop en die krijgt hij natuurlijk niet op deze manier. Ik zat sowieso in de selectie. Ja. Dus ik en SQD, zijn vrouw die moest bevallen of die beviel toen die nacht. En hij kon niet spelen. Volgens mij is nog Jelle proberen te bellen, ja. Van Damme. Ik weet niet of het voor te spelen was of op de bank zitten, dat weet ik niet. Ik kwam toen 's ochtends aan op de club op de arena en Koeman riep me binnen op kantoor en hij zei van ik ga spelen vandaag. Tegen Vermalen nog. Voorzet Vermalen, Anastasio. Stijlvol gepakt door Verhoeven. Eén wedstrijd, één titel. Ja. Ja, netjes toch? Goed gemiddelde. Goed gemiddelde, ja. Ja. Lucky chance, zoals ze zeggen. Eén wedstrijd op profniveau. Ja. En ook het Leidseplein was ook daarna niet meer echt evident. Hè, want we hadden toen, volgens mij, toen we de beker wonnen, mochten we op dat moment niet op het Leidseplein. Dus ik heb het ook maar één keer meegemaakt daar te staan. Ik word ook een beetje gepusht door die Belg. Van doe maar even gek, ja, voor die camera. Jij bent natuurlijk wat rustiger. Hoe voelde dit? Het zijn unieke beelden, maar dat ik net ook zei, daarna hebben we dat niet meer gezien. Of in mijn tijd ook niet. Nee, daarna is het alleen maar gewoon een parkeerterrein bij Arena of Museumplein geweest. Ja, daarom. En dat was ook heel speciaal. Ajax in het bekende rood-wit. De ploeg uit Londen speelt in het traditionele uitenu geel-blauw. Ik was voor mij wel heel blij dat mijn debuut was denk ik in de Champions League, als ik me goed kan herinneren. Vermalen, verrassend gekozen boven SQD. Danny Blind was toen trainer en die kende ons waarschijnlijk van allemaal nog in de A1 de jaren ervoor. Want hij was toen trainer in de jeugd en hij kende Ryan, hij kende Urbi, hij kende mij toen. Volgens mij Hedwigus Maduro zat er toen ook in de selectie en speelde toen ook heel vaak. Dus hij kende ons allemaal en hij gaf ons toch wel de kans en hij geloofde in ons om zelfs zo'n wedstrijd te spelen. Maar het grappige is, als je jong bent, ben je heel vrij in je hoofd en denk je eigenlijk heel weinig na. En dan denk je niet na van hoe moeilijk is deze wedstrijd en dan speel je eigenlijk heel vrij op zo'n moment. Dan denk je niet van oké, het niveau is zo'n verschil met Arsenal en de week erna moet ik tegen een team in de Eredivisie. Daar denk je totaal niet over. Nou, je speelt gewoon vrij en je speelt gewoon wat je doet, gewoon wat je moet doen. Ja, je doet gewoon je dingen en je job wat je moet doen. Als kind leefde ik meer in het moment en ik speelde gewoon voetbal toen ik klein was. En ik had gewoon heel veel plezier en ik werd van thuis ook totaal niet onder druk gezet om ergens te moeten presteren of ergens terecht te moeten komen. En uiteindelijk kom je dan... Het is wel grappig dat je uiteindelijk bij Ajax en bij Arsenal terechtkomt en dat voor mij ook... Ik was toen ik jong was, was Ajax ook in 95 ook, toen de Champions League, was allemaal meer mijn favoriete teams ook, hè. Ajax en Arsenal op dat moment in de jaren 90. En dat is wel toevallig dat je dan uiteindelijk bij die clubs ook terugkomt.
En die hymne van de Champions League, is dat ook echt zo magisch als wordt gezegd? Dat is heel speciaal. Daar krijg je echt een kippenvol moment van. En zelfs nu, als ik nog voor de tv zit, dan zit ik hem af en toe toch wel luider wanneer het... Zing je dan ook mee? Ja, ik probeer wel. Maar dingen, hij zegt ook, mijn jongste zoon, die vrouw, die vroeg ook deze week van... wat zeggen ze dan precies? Wat zit er in die tekst? En dan moet ik ook uitleggen dat het verschillende talen zijn. Ja, en dan moet ik hem uitleggen. Maar het is echt wel een speciaal moment en ja, wel, het zijn wel kippenvelden momenten. Dat vraag je, dat elke speler zal het wel zeggen. In 2014 ging je naar Barcelona. Ja. En toen wonnen ze ook direct alle prijzen. Klopt. Want denk je dat daar een direct verband mee is? Dat denk ik niet. Nee. Ja, maar in dat seizoen hebben we toen de Champions League gewonnen, Copa del Rey gewonnen, La Liga gewonnen. Niet dat ik daar constant een vaste waarde heb, ik heb daar meer momenten dat ik wedstrijden speelde. En dan toch altijd weer teruggeworpen werd door blessures. Messi? Messi, ja. Hoe was dat om met hem te spelen? Ja, is een droom denk ik voor elke voetballer, hè. Om toch mee te maken. Hij wordt gezien als de beste aller tijden en voor mij ook persoonlijk. Vaak was hij, als ik me nog goed kan herinneren, ook de vrije man in partijtjes, zeg maar, als we 5-5 spelen. Dan was hij ja, de middenman die niet moest verdedigen, maar dan ook alleen in balbezit speelde. Maar ik heb hem ook meegemaakt waarbij hij bij jou in het team staat. En dan weet je zeker dat hij die wedstrijd wint. Want dan misschien krijg je een paar doelpunten binnen, maar dan schiet hij in actie en dan win je die wedstrijd makkelijk. Toch even over een lastig onderwerp, blessures. Ja. Heeft je toch jouw carrière toch wel een beetje getekend? Ja. Laten we even naar een blessure kijken. Je zwaarste blessure bij Ajax, dat is tegen AZ. Huntelaar, terwijl er ergens verderop twee liggen. Suarez onderweg is naar 0-2 en die maakt 0-2. Terwijl ik met één oog kijk naar Vermalen, die lijkt flink geblesseerd. En de verzorger is ook al het veld in. Hier de blessure die ontstaat na het duel tussen Vermalen en Pelle. Fink kijkt wel met één oog, laat Suarez doorgaan. Die staat geen buitenspel en die klopt Waterman in de korte hoek. Ik heb toen wel, denk ik, 4 of 5 man. Ik werd toen ook geopereerd, enkelbanden gescheurd. Is één van mijn ergste, maar uiteindelijk heb ik daar niet zo heel veel aan overgehouden. Het is meer de blessure in Barcelona, waar ik meer de gevolgen van heb moeten dragen. En toen heb ik een pees gescheurd in de hamstring en echt helemaal afgescheurd. En dat heeft me ook een lange tijd geduurd om ook uiteindelijk nog geopereerd later dan. Het heeft me gewoon een heel jaar gekost bij Barcelona. En dat was gewoon dubbel zo moeilijk omdat je dan bij een club terechtkomt, zo'n goede club, zo'n grote club. En dan ja, zo'n blessure oplopen was heel moeilijk. En uiteindelijk heb ik dan mijn verdere carrière nog eigenlijk met één hamstring minder eigenlijk nog gevoetbald. En dan kom je ook in andere problemen terecht, omdat het lichaam zich aan het aanpassen is. Toch compenseren. Uiteindelijk heb ik nog op een goed niveau kunnen voetballen, op nog een redelijk niveau. Maar uiteindelijk voel je toch, in het voetbal tel ook de minste percentages. En op het moment dat het net gebeurt, heb je wel momenten dat je denkt van, waar haal ik die kracht weer vandaan? En dan is het wel echt moeilijk, maar uiteindelijk kom je dan toch weer stapje voor stapje vooruit. En dan haal je toch weer ergens de kracht vandaan om toch weer door te gaan. En uiteindelijk overleef je toch weer die blessure. Omdat het veld weer in zicht komt en dan kom je er uiteindelijk weer overheen. Je hebt eigenlijk ook niet echt een keuze meer. Ik bedoel, het is niet dat je moet opgeven omdat je een blessure oploopt. Dat zit nu ook niet echt in mijn aard. En uiteindelijk is dat ook je beroep om weer terug te komen, zo fit mogelijk terug te komen. En uiteindelijk heb je moeilijke momenten in zo'n blessure, maar uiteindelijk, ja, dag per dag kom je daar toch weer overheen. Dan maak je weer kleine stapjes en dan komt het wel weer goed. Ben je nog verhuurd aan AS Roma? Ja. Mooie stad, mooie club. En toen heb je met nog een grootheid mogen spelen. Ja, ik heb nog zijn 40ste verjaardag meegemaakt in het begin van het seizoen, denk ik. Ik heb ook zijn afscheid toen meegemaakt. En het was toen hetzelfde bij Barcelona, ook bij Xavi toen in mijn eerste jaar het afscheid meegemaakt. En dat is wel speciaal. Hij is een god in Rome. En als je kijkt hoe de fans ook zijn van AS Roma, is een heel... Je hebt heel veel passie. En als je dan zo'n grootheid afscheid neemt, dan zie je dat echt in zo'n stadion wel tevoorschijn komen. Dus dat was wel een mooi moment. Dan zien we hier nog een andere topper, Jaap Stam. Mm-hmm. Kwam seizoen 2006-2007 over van AC Milan. Ja.
als veteraan, echt een ervaren speler. Ja. Wat heb je van hem geleerd? Ja, het was voor mij ook een beetje een schok toen hij bij Ajax tekende, want dat zag ik bij niet aankomen. Dus uiteindelijk is natuurlijk een oud PSV'er. Voor mij op dat moment was hij een van de beste centrale verdedigers van de wereld in zijn prime time. En ook toen hij bij Ajax kwam, vond ik hem nog op een... Het was niet zo dat hij kwam uitbollen, ik vond hem nog op een heel hoog niveau spelen. Jammer genoeg dat hij op een gegeven moment in zijn tweede seizoen denk ik al vrij vroeg ermee ophield. En dat was voor ons heel jammer. En Jaap was een echte leider, iemand die ook heel goed met jonge jongens kon omgaan. Die niet er echt boven stond, gewoon zich mengde binnen de groep. Ook door zijn voetballende kwaliteiten gewoon enorm belangrijk voor mij als een centraal verdediger. Maar speelden ook vaak samen. We speelden heel vaak samen. En ik kan me nog herinneren, ik denk na de wedstrijd, toen ik die own goal maakte tegen Kopenhagen voor de Champions League playoff. Toen we toen uitgeschakeld werden. Berglund in het centrum. Vermalen moet die bal hebben. Oh! En een doelpunt. Eigen doelpunt van Vermalen. Het was een heel moeilijk moment voor mij, omdat ik toen vrij jong was. En Jaap was iemand die direct na de wedstrijd dat herkende. En ook direct tegen me praten zei, zit het van je af, van naar huis, ga lekker slapen en we komen morgen weer terug. En hij was daarin heel belangrijk. Zo makkelijk ging het niet voor mij om het van me af te zetten natuurlijk. Het was voor mij een moeilijk moment, maar hij was daar wel heel belangrijk in. De doellijn van Willem II is volgebouwd. De vrije trap, nog niet genomen. Huntelaar, maar neemt het zicht weg en Rogier in de muur van Willem II. 89e minuut, hoekschop inmiddels genomen. Bal richting de verre hoek gedraaid en het is een goede poging van Pires. Maar zo, je ziet hem nu overvliegen. Verslagenheid tekent zich af op de gezichten van de Ajaxiden. De wetenschap dat ze er zo dichtbij zijn geweest. Dat was heel moeilijk. Die teleurstelling was enorm. Je ziet het vaak nog af en toe terugkomen op tv. Hoe dat seizoen is geëindigd, dan kom je bijna nooit meer tegen. Op één doelpunt nog verliezen, toen won. Ja, PSV met hoeveel? 5-1. 5-1 op doelstelling, Zo is de winst er voor Ajax. Maar is het kampioenschap beland in Eindhoven. Arthur Mos was een trainer van Vitesse, is toen later nog veel over gesproken. Een beetje dubieus. En het is wat het is. Het was voor ons enorm zuur als je de competitie moet verliezen met één doelpunt. Dat is echt enorm teleurstellend. Maar dan winnen jullie wel de beker tegen AZ. Laten we eerst even kijken. Het eerste doelpunt van AZ kan ik me nog goed herinneren. Ik ken Moussa heel goed. Moussa Dembele, die 1 tegen 1 enorm sterk is. En hij komt in de box, komt hij op me af. Dembele, die opeens speelvrijheid geniet omdat Van Maal is weggegleden. Dembele naar binnen, uithalen met links de korte hoek. En AZ staat voor in de derde minuut van de wedstrijd. Je ziet er wel wat... Wat groter uit dan tegen Volendam, tegen de buurtwedstrijd. Ja, je maakt ook een ontwikkeling door fysiek gezien. Je speelt met wedstrijden, je wordt ook ouder in de 20e. En dan groei je toch al een beetje. Je moet ook fysiek sterker worden. En dat is ook een beetje een natuurlijke evolutie. Thomas Vermalen. Ook hij durft het aan. Kan ik me nog herinneren? Ja? Ik heb er niet zo heel veel genomen in mijn carrière. Meer gemist dan gescoord. Dus ik ben blij dat ik heb er. Maar je wil later alleen maar een doelpunt. De doelpunten zien. Dus ik was niet echt een penalty killer. Maar op dat moment schiet ik hem wel volgens mij heel goed in. Sinou beweegt op de doellijn. Dat mag. Vermalen. Zo! Niet dat hij meer telt dan die andere vijf. Maar het is wel de mooiste tot nu toe. Ja, je hebt wel enorm veel spanning. Ik was niet iemand die wachtte op de keeper en dan kijken waar hij naartoe duikt. Dat was altijd, voor mij was altijd een keuze van oké, ik ga hem daarin schieten. Die keuze is gemaakt en dan probeer ik hem zo goed mogelijk in de hoek te schieten. En toen ging het wel best wel goed. Edgar Davids en Ajax biedt de KNVB-beker 2006-2007. Vissel Kobe in Japan. Hoe was dat? Waarom ben je naar Japan gegaan? Ik wilde ergens een avontuur aangaan en het iets rustiger aandoen. En dat was voor mij Japan was een ideale oplossing. Natuurlijk heb je in je achterhoofd van ik heb twee kinderen, een gezin dat mee moet verhuizen. Maar het lijkt moeilijk verhuizen naar Japan, maar het was op zich niet echt heel moeilijk. Als je kijkt naar de Japanners, zijn heel respectvol. En het is daar heel makkelijk om daar te integreren in een team. Het is totaal niet vijandig. Dus ik heb daar heel erg van genoten om in Japan te voetballen. Het respect dat de Japanners hebben voor elkaar, voor de mensen,
vond ik het eigenlijk een genot om daar te voetballen. En ik heb daar echt, echt een heel mooie periode meegemaakt. Ook mijn familie ook trouwens. Ajax, ben je daar ook nog wel eens terug geweest sinds je weg bent gaan? Ik ben er niet meer terug geweest. Nee. Nee? Ik ben nog wel eens terug geweest in Amsterdam, maar geen wedstrijd van Ajax. Wel mijn afscheid toen ik al bij Arsenal zat en dan mijn afscheid meegemaakt. Ik heb Amsterdam vind ik echt wel een leuke plek. Ja. Ik heb heel graag gewoond, 8 jaar gewoond ook. Hè. Dus ook belangrijke jaren in mijn jeugd ook. Hè. Zo rond 15, 16 jaar zijn toch allemaal belangrijke jaren. Dus ik heb er echt wel een leuke tijd meegemaakt in Amsterdam. Ja, leuke stad ook. Dus ik zou er graag nog eens vaker terugkomen, maar het is wel echt, ik vond het wel leuk. Ik wil deze hebben. En ik wil deze hebben. Okay. Trainer. Ze is scherp. Coaches. Heel scherp. Coaches. Heel scherp. Nou, je zegt het al, trainers. Ja. Xavi, Arteta en John. Ja. Allemaal trainer geworden. Is dat ook iets wat je ambieert? Ja, het is wel iets wat ik misschien in de toekomst wel wil doen. Ja, ik hou heel veel opties open in de toekomst. Wat ik net ook zei, ik ben assistent geweest van het Nationaal Elftal en dat beviel me wel. En ik vind het leuk om met mensen om te gaan op het trainingsveld te staan. Dus misschien is het wel iemand of wel iets wat ik in de toekomst zou willen doen. Ja. Ik kijk altijd wel met heel veel mooie herinneringen terug naar mijn tijd bij Ajax. Ik was toen heel gelukkig bij Ajax in de jeugd, maar ook in het eerste helft. Ik voel me echt wel thuis, ook in Amsterdam. Dus ik kijk wel met heel mooie herinneringen naar terug. Nou, we zien je graag terug in Amsterdam. Je bent hartstikke geliefd daar. Oké, met plezier, denk ik wel. Top, thanks.